verkoop staat voor een woning van IJmere in een wijk, de Stadionbuurt, met nog maar weinig sociale huurwoningen. Deze voor senioren geschikte benedenwoning staat te koop voor 425.000 euro. Vorige woning is overleden, Emma Blees. Was dit haar parkeerplaats hiervoor? Nee, ja, nee, Emma had geen auto. Had geen auto. Dat was, die parkeerplaats was voor een Eenhoog. Over Eenhoog, ja. Oké. Okay, ja. Dat is die hoog naar laag regeling. Hoog naar laag. Leg eens uit wat dat precies is. Nou, de huurders boven de 65 kunnen vanaf de tweede verdieping of hoger met voorrang reageren op benedenwoningen. Wij voeren actie tegen de verkoop van deze woningen. Want ja, dit is dus een woning die bij uitstek geschikt is voor iemand die ouder is. Ja. Uit de buurt van de derde verdieping. Ja. Graag naar beneden zou willen. Ja, als mensen boven de 70 zijn, dan nemen ze de oude huur mee. En 425.000 euro wordt die verkocht. Ja. Hele slechte zaak. Hele slechte zaak. Ja. Want die hele sociale woningbouw. Ja, die is helemaal op het schop in Amsterdam. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Nou, mensen kunnen niet meer in hun eigen buurt verhuizen. Nee. He, mensen die daar, derde verdieping, wonen, hier een leven lang gewoond hebben, kunnen niet meer naar beneden, want die benedenwoningen brengen het meeste op. Oké, okay, nou, maar die bovenwoningen ook hoor. Ja. Maar die bovenwoning is ook volgens mij van 4 ton de deur uitgegaan, onder mij. Ja, verderop op nummer 40 staat een woning te huur voor 1750 euro. Die is kleiner dan deze. Ja, hier tegenover wordt er ook eentje, is er ook een woning voor 1700 euro verhuurd. Weer gaat een benedenwoning weg uit een buurt met nog maar weinig sociale huurwoningen. Ik ben heel erg blij dat jullie deze actie doen. Zal ik wat stickertjes ja, geweldig, geven? Dus geweldig. Ik zo pakken. Geweldig. Ja. In een stapeltje, ja? Ken je me nog eigenlijk? Ja, ik ken je natuurlijk van de groenten en het fruit. Ja, zeker. Zeker. Ja. Zeker. Maar waar ik op een gegeven moment bang voor was, dat was dat ik er uitgeflikkerd zou worden. Omdat het idee erachter was dat het verkocht zou worden. En dat ze dus mij dus aanbieden. Dat is een gerucht, hè, wat gaat hier in de buurt. Nog steeds? En, nou, ik wilde daarover gaan bellen. Maar ik zit nou met andere dingen met meren. Nou, je hebt altijd huurbescherming, hoor. Ze kunnen je er nooit zo op. Nou, ze zeiden tegen mij, de maatschappelijk werk zei tegen mij. Oh. Als het gaat om woningverbetering, kunnen ze jou in principe eruit schoppen. Nou, dat hebben ze heeft nou, maatschappelijk werk nou, gezegd. Zeg, ze bieden je dan ook een huurverhoging aan. Ze kunnen ze misschien aanbieden om ergens anders te gaan. Maar ze kunnen je nooit zeggen, je moet weg. Dat kunnen ze nooit zeggen. Nee. Nog niet. Never. Nog niet. De VVD ligt wel binnenkort, hè? Hey. Ze kunnen u nooit, uw huurcontract nooit beëindigen. Dat kan corporatie IJmere niet doen. En bij woningverbetering, dus een renovatie in bewoonde staat, is het niet mogelijk nee, om het huurcontract te beëindigen. Dat is wat anders. Ja. Maar het is, als er hoog niveau renovatie zou komen, dan, dan bieden ze u iets anders aan. Dat zou kunnen, maar u kan altijd terugkomen. Maar veel huurders willen dat niet. Nee, maar ik kan die huur niet meer betalen. Nee. Die huur wordt hartstikke hoog. Ja. Dat is natuurlijk het probleem. Ja. Mag ik vragen wat u nu betaalt aan huur? Ik heb nu een hele relatief laag huur. Mm-hmm. Ik betaal nu iets van 505. Hè? En dat is dus wat duurder ook zeg maar, dan de normale woning. Omdat ik de centrale verwarming in heb laten zetten op mijn kosten. Hè? Ja, ja. Dus toen is het anders als ik had nog helemaal een lage huur gehad. Mm. En wat zien we hier? 18% is nog huur. Sociale huur in deze gesegregeerde buurt. De wethouder Evans, als je tegen hem zegt, meneer Evans, dit is segregatie wat er gebeurt, dan reageert hij niet. Hij kijkt naar de stad als geheel. Net zoals al die corporatiemanagers. Waar die sociale woningen komen, dat maakt ze niet uit. We verkopen gewoon deze buurt uit en we gaan ergens anders bouwen. Maar die huizen staan er nog niet. Hokken, kan je gaan wonen als stadsveteraan? Mag je in een woning van 29 vierkante meter wonen? Gefeliciteerd. Dan ga ik wel in de bezem. Alsof mensen geen hobby's hebben of kleinkinderen. Wat een kolder is het. Ja, maar ze hebben altijd het argument van, wij moeten de overheid zoveel geld betalen, hè? De woningbouwverenigingen. Ja,
Ja, en dan denk ik, dan heb je weer die rot VVD-regering, hè? Ja. Die dat geld van die woningbouwverenigingen wil. Ja. Hè? Ja, in plaats van het geld instoppen, wordt er geld uitgehaald. Ja, er wordt gewoon geld uitgehaald. Ja, 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 ja. Het wordt er gewoon leeggemolken. Ja. Van Tijl van Zeeuwskerkenplein 54. Niet te koop! Amsterdam. Niet te koop! Sociale huurwoningen. Niet te koop! Klinkt goed hier. Het was nogal een vinnige reactie van bewoners van dit pand. Ja, ja, waar ging dat over? Nou, dat ze kwaad waren dat wij hier actie voeren tegen de verkoop van een sociale huurwoning. Terwijl zij vinden dat het hun bezit is. Zo kwam het over. En waren ze niet gevoelig voor het argument dat dit een sociale huurwoning was en binnenkort niet meer is? Nee, want ze zeggen, wij moesten zelf kopen. Dus hier komt iemand te wonen van onze stand, om het zo maar te noemen. En we hebben geen boodschap aan dat hier een sociaal iemand kan komen wonen. Dus het is uitstekend geschikt voor een gehandicapte. Daar hadden ze helemaal geen begrip voor. En de plaatjes waren ze ook niet blij mee? Nee, want ze hebben ons gezegd dat ze die zodra de actie afgelopen is, de plaatjes eraf zullen halen. Ik vind het eindeloos jammer voor mensen die hier in de buurt wonen. Denkt u dat er nog iets aan te doen is? Nou, ik persoonlijk heb daar geen antwoord op. He, want ik bedoel, dan heb je nog hele grote tegenkracht nodig. He, binnen de gemeenteraad, he, denk ik dan. Of en bij de bevolking? Bij de bevolking, ja, bij de bevolking. Maar de bevolking, ik zie toch niet... Niet zo 1, 2, 3 dat die zich mee mobiliseert. Jan en ik hebben toen ook nog wat meegedaan aan een andere woning. Dat is ook met een laddertje omhoog en daar ook niet te kopen op geplakt. Maar dat was weer zo'n klein groepje mensen. Hè? Dan ben je misschien met z'n 40'en. En 40 mensen, daar haal je niks uit.